Hey allemaal, welkom bij de Kat Kono podcast. Vandaag heb ik te gast Esther Goedvolk. Hey Esther, welkom in de show. Ja, dankjewel. Helemaal blij dat ik erbij mag zijn. Leuk hoor, ja, leuk. Echt heel leuk. Wij kennen elkaar van Video Business School van Sarayda. En nou, ik weet al een beetje over jou, maar ik vind het heel leuk als jij jezelf eventjes voorstelt. Wie ben je, wat doe je en waarom? Ja, nou ja, ik, mijn naam is dan inderdaad Esther Goedvolk, maar ik timmer de laatste tijd vooral aan de weg als DJ je moeder. En daar word ik echt heel erg blij van. En dat betekent dat ik weer aan het DJ'en ben sinds iets meer dan een jaar. Maar ik denk eigenlijk sinds ik bij de Video Business School zit dat ik mezelf nog meer serieus neem. Dus dat is voor mij nu nog maar, eigenlijk nog maar een half jaar. En er zat helaas coronatijd tussen. Maar ik heb nu in 6 weken 5 keer opgetreden als DJ. En dan draai ik R&B en hip-hop. En dat is wat ik vooral veel doe. Oefenen en ik schrijf nog een muzikale column en ik mix wat in de ronde, zeg maar. Nee, dat het echt een soort van jeugdliefde is die weer terug is gekomen. Dat ik inderdaad eerst DJ was en nu weer. Ja. Ah, vroeger ook al. Dat... Cool. Wat leuk, ja. Nou, het is ook mijn jeugdliefde, dus dat sprak mij meteen aan. Ik wilde vroeger altijd radio-dj worden. Dus ik herken het wel. En het is gewoon heel leuk om plaatjes te draaien. En R&B en hip-hop is ook mijn favoriete muziek. Dus dat is wel grappig. dus ik vind het heel cool. Want weet je, ik bedoel, het is best wel een drukke markt, zullen we maar zeggen, de dj-wereld. Om daarin te komen weer. Spannend. Ja. Leuk. Ja. Nee, dat is vooral de uitdaging. Dat merk ik ook wel. Want, en daarom ben ik eigenlijk, mede daarom ben ik zelf ook een podcast gesteld. Muziek met je moeder. Zeg maar, binnen de video business school werd natuurlijk gezegd van zorg voor je zichtbaarheid. En dan ene keer dacht ik, dan ga ik wel bloggen en vloggen. Maar ja, dat vind ik ook best wel ingewikkeld. Om met je gezicht in beeld te zijn. En daarom dacht ik van ja, ga ik gewoon een podcast beginnen. Want dat is natuurlijk ook zichtbaarheid. En omdat ik zo bedacht heb van ja, ik ga DJ worden, heel plomp verloren. En toen dacht ik op een gegeven moment, er kwam wat realiteitszin bij. Wat jij zegt ook, de drukte op de markt. En ik dacht, hoe ga ik mezelf nou dus toch leren? Hij dacht, nou, begin ik een podcast muziek met je moeder. En dan vraag ik mensen die of beginnend of al iets verder zijn in de muziekwereld van hoe dat dan ook is. En ik dacht ook van ja, daar kan ik zelf ook heel veel van leren. En hoe ik mezelf dan inderdaad in de markt zet als 55-jarige. Het is natuurlijk wel redelijk uniek dat ik dit nu bedacht heb. Maar desalniettemin wil ik er ook voor zorgen dat ik het kan, weet je wel. Dus dat ik niet... Ik noemde zelf dan nu DJ de moeder. Dat heeft dan iemand anders voor me bedacht. Heb ik de uitdaging aangenomen om die naam te nemen en er serieus voor te gaan. Maar ik wil ook niet DJ Moeke zijn. Ik wel, snap je wat ik bedoel? Dat je het ook wel echt kan mixen en echt kan, kan wedijveren met de jongeren in de markt. Zo ambitieus ben ik dan weer wel. Ja, nee, en terecht, heerlijk. En waarom doe je het dan? Waarom DJ'en? Je kan ook 100 andere dingen doen. Ja, klopt. Maar 1000, ik vind muziek 10.000. Gewoon, nee, dat is ook helemaal waar. Ja, waarom dan? Nou ja, toen ik vroeger DJ was, vond ik het gewoon echt zo leuk om mensen te vermaken en die avond te organiseren voor die mensen. Ik stond dan bovenin. Ik draaide op een gegeven moment in Gouda in 5 tenten. Maar de belangrijkste was over de brug. En dan stond ik dan, moest ik met de ladder omhoog. En dan stond ik bovenin en dan keek ik zo naar die dansvloer.
En dan vond ik het gewoon zo leuk dat je die plaatjes opzet en dat die mensen daar dan helemaal blij van worden. En dat je ook die sfeer neerzet en toch een soort entertainer. Ja, ik snap je helemaal. Ik vond het gewoon heel, ja. Ja, en muziek word ik gewoon heel blij van. En volgens mij is dat met de paplepel ingegoten. Wij hadden thuis, zie ik het ook echt helemaal voor me, zo'n hele grote recorder met van die grote spoelen. Weet je wel, dat je zo'n bandrecorder. Ja. En volgens mij zat ik daar dagen aan om nummertjes op te nemen van de radio of gewoon met cassettebandjes en... Mijn ouders hadden altijd muziek opstaan, van de Three Degrees tot Rolling Stones en de Beatles. En mijn moeder was helemaal gek van Shirley Bassey. En we hadden altijd muziek. Dus, ja, zo. Herkenbaar. Die bandrecorder had ik ook. En dan inderdaad met de cassette recorder en de play en de rec. Ja. Onze leeftijd natuurlijk, maar jij had het al gezegd. Ik ben ook bijna 50. Dus, maar dat je dus inderdaad dan op ging nemen. En dan een beetje, mijn favoriete show was dan de Curry en Van Inkel show. En dan ging ik interviews doen met allemaal beroemde mensen in mijn studio. Ja. Dat deed die stem ook allemaal. Heerlijk. Ja, superleuk. Ja. En, maar, je vertelt al iets over, vroeger bij jou thuis, zeg maar, muziek. En meestal, dus dit heb je met de paplepel ingegoten gekregen. Maar wat heb jij, want deze podcast gaat over rijkdom en dus ook over geld. Mm-hmm. Niet alleen over geld, want rijkdom is natuurlijk veel meer dan dat. Maar wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Ja, ik heb jouw vragen ook gezien, hè. Dat moest ik wel even slikken. Want bij mij thuis was het wel zo, geld goed, maar niet op de rug. En echt wel van dat soort testen. Werd niet echt in overvloed gedacht op dat gebied. Dus daar heb ik wel een beetje tegen moeten vechten in mijn, met opvoeding van mijn kinderen of gewoon... überhaupt om daar bovenuit te komen. Om jezelf een andere overtuiging aan te leren. Ja, klopt. ja. Want jij hebt die overtuiging zelf nu niet meer. Nee, ik geloof wel in de law of attraction en gewoon in de arigato in en arigato uit. En dus dat geld ook energie is en in beweging moet zijn en... Ik had een keer een boek gekocht, Geld is mijn vriend. Mijn man had echt zoiets van, waar kom jij nou mee aan? Maar ik dacht, en ik heb er inderdaad ook wel geleerd van... thuis was het inderdaad ook dat mensen die rijk waren, dat kon eigenlijk niet. En ik heb dat helemaal niet meer. Maar ik had dat wel overgenomen. Ja. Mm-hmm. Ja. En ik... Dat is eigenlijk best wel ingewikkeld als je dat van huis uit meegekregen hebt. Ja, ontstijg dat maar eens eventjes. Ja, Mijn 55 is nog steeds heel druk mee. het is gewoon hardnekkig. Ja. En ik herken het, dat herken ik ook. Maar als je dan geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Ja, lekker eten en drinken. Ik probeer wel te sparen. Hoe hoor je het? Probeer. Oh my god, dat is echt zo fout. De verzorging van mijn kinderen. Maar ook zelf muziek en boeken. En we hebben een camper. En daar gaan we wel weekendjes mee weg. En gewoon op vakantie. Dus dat geld rolt wel in ieder geval. Ja. Alle kanten op. Ja. Aan leuke erin dingen. Erin en eruit. Ja. Ja, zo hoort het toch ook. Ja, dus dat is mijn mening in ieder geval. Volgens mij moet het gewoon naar alle kanten uitvloeien. Ja, en ook jouw kant natuurlijk. Ik denk ook dat je vaste lasten en je huur en zo, of hypotheek als je die hebt, of dat je dat ook als iets leuks moet zien. Want ja, je woont er toch. En ook je energie. En je kan er ook een leuke lamp van laten branden. En je hebt er het warme water voor, dat je lekker onder die warme douche kan staan. Dus
Ja, ik denk eigenlijk dat je alles waar je geld aan uitgeeft gewoon als leuk moet zien. Ja. Ja. Dat is een mooi, dat is een mooi advies. Eventjes tussen de bedrijven door. Ja, denk maar eens over na, mensen. We gaan nog heel even over geld door. Want ja, ik vind het fascinerend. Wat zou jij doen als je... Stel, je hebt nog 1 tientje. Ja, ik bedoel, komt wel weer geld. Maar voorlopig heb je 1 tientje. Je weet niet precies wanneer er weer komt. Wat doe je met dat laatste tientje? Ja, die vraag, die ging echt, die spookte echt heel erg door mijn hoofd. En toen vanochtend op de fiets zat, toen dacht ik, ja, maar dat gaat me helemaal niet gebeuren. En toen, want ik dacht, omdat ik ervan uit ga, jij zegt wel, ja, dat komt daarna weer. Maar ik ga er gewoon vanuit dat helemaal nooit gaat gebeuren. Dat ik nog maar 1 tientje heb, dan is het op het moment van mijn laatste ademtocht of zo. Ja, zo zie ik dat. Ja. Klinkt misschien een beetje dramatisch. Maar ik geloof helemaal niet dat je op een gegeven moment nog maar 1 tientje zal hebben. Nou, cool. Ik ben de eerste die dit antwoord geeft van alle mensen die ik ooit geïnterviewd heb. Dat is echt vind ik leuk. Leuk. En stel dat je 1 tientje op straat vindt, dus het is een cadeautje. Wat doe je daarmee? Ja, ik dacht eerst wel, ja, wie zal hem dan kwijt zijn? Zie ik die nog of niet? Ja, dan steek ik het gewoon in mijn broekzak. Ja. Ja, want het staat niet op van wie het is. Dus het wordt een beetje ingewikkeld om het terug te geven. Stop je het in de spaarpot? Nee hoor, dan ga ik dan een lekker kop koffie aan doen. Zelf verwennen met dat extraatje. Ja. En als geld geen rol zou spelen, als je gewoon plenty had, hoe zou jouw leven er dan uitzien? Think big. Ja, ik zat eerst te denken van zorgelozer of zo, maar ik dacht aan de andere kant, ja, ik heb het nu ook gewoon zo ingepland zoals het is. En ik geloof niet dat ik... Nou, ik wil wel heel graag naar het Noorderlicht en zo. Maar goed. Maar ik denk niet. Ik denk niet heel veel anders dan nu. Al met al. Nee. Ik wil. Ik doe wel mijn best voor om. Inderdaad, met DJ je moeder mijn geld te verdienen. En uit die via te komen en zo. Dus meer is altijd fijn. Maar ik heb eigenlijk het idee dat het allemaal wel loopt. Mm-hmm. Misschien wel wat meer reizen. Ja, oké. Okay. Dus Noorderlicht. Ja. En misschien ook reizen om te DJ'en. Mm-hmm. In het buitenland DJ'en. Ja, maar daar probeer ik dus te regelen dat de mensen mij dan gaan vragen. En dat ik dan kan reizen om daar naartoe te gaan. En daar dan ook nog wat mee verdienen. Ja, precies. Maar goed, ik moet wel heel erg nog wel behoorlijk aan de weg timmeren, hoor. Ja, nou ja, maar je moet er ergens beginnen, oefenen. Toch? Je moet er ergens beginnen. Ja, nou ja, ik heb nu dus de giller dat ik... ik stond in een artikel in de NRC over inkomsten en uitgaven, dus ook over geld. Ik dacht, dat ga ik ook gewoon doen, want het is natuurlijk een enorm taboe onderwerp. Maar... Mm-hmm. Ik dacht, ja, waar schaam ik me voor, weet je wel, dat ik een via heb en dat het, weet je, ik verdien geen ton. Maar daar werken we aan. En ik vind gewoon niet dat ik me ervoor hoef te schamen, dat wat er allemaal gebeurd is in mijn leven, waardoor ik dan inderdaad in die via ben gekomen. En stond dus in dat artikel, want de DJ moeder, lekker bezig. En ik had het bedacht, mijn hogere doel is Lowlands. Dus dat had ik ook gezegd in dat interview. En journalisten van de NRC heeft dat dus ook echt bovenaan gezet. Hè? Dus in grote letters, mijn hogere doel is... Dus ik kan er niet meer onderuit. Maar het was een beetje zo voor mij, zo dit spreek ik nu uit. Maar nu had ik afgelopen weekend via Instagram Direct...
Dus nu was het Lowlands weekend, hè? En ik had vorige week dinsdag bij Pakhuis de Zwijger online de directeur van Lowlands en de directeur van de parade gezien. En toen, ik deelde iets van Erik van Eerdenburg, dat is de directeur van Lowlands. En hij deelde dat terug in zijn stories. Dus ik dacht, oh, dan heb ik er toch zijn aandacht. En toen dacht ik van, nou ga ik even vragen, want er komt een onderzoek vrij. Dat is gisteren vrijgekomen over de toekomst van festivals en zo. Dus ik had gevraagd, nou wanneer komt dat? En hij reageerde ook meteen, ja, dat is, wordt dinsdag gepresenteerd in één vandaag. Nou, dat is al geweest. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon de PDF van dat artikel naar hem sturen. Dus ik heb gewoon echt eigenwijs gedaan. Ik heb dus via Instagram direct dat artikel gestuurd. En er staat dus inderdaad groot. Want het, weet je, op je telefoon is niet alles. Dus het hele artikel kan je niet lezen. Maar je kon wel lezen. Mijn hogere doel is Lowlands. En dan met zo'n enorme foto met die koptelefoon op mijn hoofd. En toen reageerde die terug met zo'n handje, rock'n'roll handje. En zo'n ster. Ja, dat. En zo'n ster. En nou ja, dus dat vond ik superleuk. Maar toen eigenlijk, nou, niet dat ik er nou slecht van geslapen heb, maar toen dacht ik, oh, fuck it. Nou is het dus gewoon wel degene waar het om gaat, want hij is ook wel programmeur. Maar ik dacht, ja, nu heb ik het wel echt helemaal in die open. Want eerst was het nog zo'n beetje zo vaag in de NRC, nou, dat lezen ook wel mensen. En dus nu heb ik geregeld dat ik dat ik iemand, nou ja, ik ga vanmiddag iemand spreken en die ga ik dus wel een beetje de hem van het lijf vragen van hoe krijg ik dat nu wel echt voor elkaar? Ja, nou, Lowlands is natuurlijk heel groot en er zijn natuurlijk heel, je hoeft niet per se in die allergrootste alfa tent te spelen, je kan ook. Nee, nou ja, iemand vroeg aan mij wat. Ja. Nee, nou, iemand vroeg aan mij van, welke tent wil je dan? En ik ken al die namen helemaal niet zo goed. Toen zei ik, ja, oh, doe maar de Bravo. Toen zei ze, nou, volgens mij is dat de grootste, hoor. Ja! Volgens mij de Alfa of de Bravo, die is dat grootste. Nee, ik heb ook wel gezegd van, nou, ik wil gewoon Lowlands. Ik wil ook best wel bovenop een Dixie staan, bij wijze van spreken. Maar, weet je, dat moet natuurlijk wel iets voorstellen. Dus ja. Dat. Maar ik schrok er eigenlijk zelf van, dat ik zo intuïtief dat naar die man toegestuurd had. Nee, Erik van Eerdenburg. En je gewoon in één keer de brutaliteit kreeg. Ja, ja. Ja, maar dat is dan gewoon, dat moet zo zijn. Ja, ik geloof daarin dat dat dan zou moeten. Ja, klopt. Anders had klopt. Je dat niet gedurfd, ja. Anders had je het niet gedaan. En nu, weet je, je kan nou straks alleen maar spijt van hebben dat je op Lowlands gestaan hebt. Wat zei je? Dat je op Lowlands gestaan hebt? Je kan straks alleen nog maar spijt hebben dat je op Lowlands gestaan hebt. Want het gaat gebeuren, hoe dan ook, weet je wel. Maar je ga je natuurlijk geen spijt van krijgen. Want ja, helemaal. Ik denk dat dat wel cool is. Ja, ik moet meteen naar Ziga denken en allerlei andere toffe festivals waar ik allemaal geweest ben. Maar ja, wat dat betreft, joh. Ik bedoel, er zijn natuurlijk, er komen vanzelf wel weer meer feestjes. En nou ja, anders ga je online DJ'en, kan ook. Ik moet zeggen dat ik de afgelopen coronatijd veel feestjes online heb gehad. Met hele toffe DJ's waar ik echt heel veel plezier aan heb gehad. En ja, weet je, dat is een goede manier om je skills te laten zien. Dus, nee, klopt. En ook om te oefenen en te voeren. Kijk, ik zie misschien niet altijd direct de reactie van mensen. Hoewel je het natuurlijk wel via Zoom bijvoorbeeld ook kan doen. Dan zie je gewoon mensen reageren op de plaat, weet je wel, super lachen. Mm-hmm. Echt leuk, ja. Nou ja, wat dat betreft, er zijn natuurlijk nu ook wel wat mogelijkheden. Maar ja, weet je, het is natuurlijk toch wel een kwestie van durven, denk ik. Ja, nee, klopt. Ja, en dat heb je nu gedaan, dus dat is gewoon super cool. Ja, het valt of staat met dat. Ja, ik weet ook nog wel dat ik inderdaad op een festival ging draaien. Het was een klein festival. En dat ik toen, ik vind dat mixen best wel moeilijk. Ik weet wel welke plaat ik op moet zetten. Dat is geen probleem, want ik weet wel welke sfeertje er nodig is. En wat mensen leuk vinden en waar ze op aangaan. Maar dat helemaal, zeg maar, naadloos in elkaar overlaat, dat vond ik al wel spannend. Dus, maar ik kreeg op een gegeven moment ook een soort van angst van, oh my god, vinden ze dit wel leuk, weet je wel. En dat is echt lastig. Dus je moet wel, je hebt echt een bepaald soort lef nodig om het te doen. Dus superleuk. Werk ik hard aan. Ja, te gek.
Hey, Esther, de belangrijkste vraag in mijn podcast en in de interviews die ik tot dusver heb gehouden is altijd, wat maakt jou rijk? Ja, wat ik nu doe. Ja. Ja. Ja, dat ik die stap heb gezet en dat ik dat gedurfd heb, zeg maar, en nog steeds durf. En er gewoon aan werk en zo. Dat, en überhaupt de liefde van mijn man en mijn kinderen en ja, dat. Ja? Ja. Cool. Ja. En wat ik ook altijd leuk vind is om te weten, ik vind dat dat het veel zegt over iemand. Wat is jouw favoriete boek en waarom? Oh ja, nou, Joe Dispenza. En jij bent de placebo. En dat is mijn favoriete boek, omdat ik door dat boek en die... Ja, ik dacht van, oh mijn god, dat klinkt eigenlijk best wel dramatisch. Maar dat ik daardoor mijn leven weer terug heb. Dus ik heb dat boek, in 2016 gevonden. En nee, ik moet wel even iets zeggen, in 2013 zat ik in een rolstoel. Okay. En heb ik lang over gedaan om daar uit te komen met revalidatie. En ik heb echt tabletten geslikt van hier tot Tokio, 15 tot 20 per dag met allemaal pijntoestanden. En vanaf januari 2016, ik ben in 2015 Spine & Joint geweest in Rotterdam, heeft me echt gered. En vanaf januari 2016 had ik op een gegeven moment geen oxycodon meer en dat is morfine. Mm-hmm. En ik had dus echt gedacht dat ik altijd normaal functioneerde. Hè? Maar pas nadat die oxycodon eraf was, daarna had ik nog wel andere medicatie, maar merkte ik dat die waas dat die waas een beetje weg was. Maar ja, ik was er nog niet. En toen heb ik Joe Dispenza gevonden en zijn meditaties. En eigenlijk daarna... kon ik op een gegeven moment wel echt weer goed lopen en functioneren. En ben ik nu waar ik nu ben. Ik weet zeker dat het zelfhelend vermogen van je lichaam is gewoon zo groot. En dat heb ik toen ontdekt. En via dat boek. Dus wow. Jij bent de placebo. Ja. Wauw. Dat is nogal wat. Kom, ja, maar serieus, van niet kunnen lopen naar gewoon, en ik met kon minder medicijnen af kunnen, ja, wauw. Ik heb niks meer, hè? Echt niks. Dus ik had ook hoge bloeddruk en door die meditatie heb ik geen hoge bloeddruk meer. En ik ben toen ook bij de huisarts geweest om dat te vertellen en... Ik had ook aan een of ander onderzoek meegedaan waar ze dan waar je geld voor kreeg, maar waar je dan waar ook de bloeddruk werd gemeten. Want ik dacht, nou, dan heb ik ook dat bewijs. En kreeg ik ook gewoon een brief van, jij hebt nu geen hoge bloeddruk meer en ik verwacht ook dat het de komende 10 jaar niet zou gebeuren. Nou, wel bijzonder dat jullie dat zwart op wit zetten. Maar met die brief ben ik dus naar de huisarts gegaan. Want een kennis die zei van, die is... zo'n verpleegster met hoge bloeddruk en diabetes en zo. En die zei van, ja, als er in jouw dossier nog staat dat jij wel die tabletten slikt, dan als jij bijvoorbeeld een ongeluk krijgt of whatever, je komt in het ziekenhuis, dan gaan ze die tabletten geven. Want dan weten ze niet dat jij door meditatie geen hoge bloeddruk meer hebt. Maar ze denken dat het door die tabletten komt. Dan dacht ik, oh ja, shit, dat moet ik natuurlijk niet hebben. Dus dat moet mijn dossier uit. Dus ik naar die huisarts, ik met die brief. Toen zei hij, ja, ik heb inderdaad met... nascholing ook wel geweldige huisarts hoor verder, maar desalniettemin ook wel gehoord dat je door meditatie je bloeddruk naar beneden krijgt en inderdaad dat zelfhelend vermogen, nou dat sprak je dan niet uit. Maar en toen dacht ik ook van, ja, maar waarom doe je daar dan niet meer mee? Maar goed, loslaten. Ik ben er hartstikke blij mee en ik probeer dat ook wel verder te brengen hoor, maar sommige mensen willen het gewoon niet geloven. Dat is gek eraan, terwijl ik het levende bewijs ben. Nee. Ja. Nou, dat is ook wel makkelijk, hè? Status quo. Ja, klopt. Ja. Dus moet je er dingen voor doen? Best wel veel ook misschien. Ja. Nou ja, het zit nu, ik heb het nu gewoon
geïncorporeerd in mijn leven. Hoe klinkt dat? Ja, maar ja, ik doe het gewoon. Ja. Ja. Om de, kijk, en als het effect heeft, dan weet je ook waarom je het doet. Maar je moet eerst natuurlijk, ja, je moet ergens geloven dat zoiets zou kunnen helpen. En dan, ja, als je er langer in zit, zie je het bewijs. En dan denk je van, hey, frek, er zijn meerdere wegen naar Rome. Nou, ik geloof dat echt, ja. Ik heb het zelf ook ervaren. Ik heb er wel heel lang over gedaan, hoor. Ja. Nou ja, een paar jaar. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar het resultaat, denk ik, nou, mooie investering geweest. Hè? Ja, een beetje mediteren. Ik vind het ongelooflijk. Ja, ik bedoel, ik weet dat het zo werkt. Want ik heb het zelf ook ervaren. Maar voor veel mensen is het echt... ik vind het wel interessant dat zo'n arts dat durft uit te spreken überhaupt, hoor. Want het is natuurlijk in de reguliere geneeskunde natuurlijk vies woord, meditatie. Is ook zo. Ja, weet je, andere wegen om dingen aan te pakken. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld heel veel baat bij de Wim Hof methode, dus ademhalingstechnieken en de ijsbaden. Ik bedoel, dat is inmiddels gelukkig wel een beetje bewezen dat dat wel goed werkt. Maar er zijn natuurlijk ook nog een hele berg mensen die dat complete onzin vinden en echt niet geloven dat dat zo is. Maar ja, als je het ervaart, dan weet je, en ja, misschien werkt het niet voor iedereen, maar je moet het ook wel doen, hè. Dat is een beetje het ding. Dus, ja. Je moet wel het werk erin stoppen. Je hebt wel eens in zo'n ijsbad gezeten. Heel vaak, ja. Ja? Ja, 6 keer of zo. Ik denk dat ik haat kou, hè. Ik vind kou echt het ergste wat er is. Ik vind warmte ook irritant, maar kou vind ik echt verschrikkelijk. Maar zo'n ijsbad, dat is gewoon, dat is heel gaaf. Oké, en dat doe je onder begeleiding. Ja. Je moet dat niet zomaar doen. Het is wel. Nee. Je moet daar goede begeleiding mee hebben. En je moet van tevoren voorbereiden. En ook achteraf goed zorgen dat je natuurlijk weer op temperatuur komt. Maar ik heb er geen enkele moeite mee. Voor mij is het helemaal. Voor mij is het echt. Het is makkelijk. Maar ik deed het eigenlijk niet. Nou, niet om een stoer te doen of wat dan ook. Maar ik deed het om. Sowieso omdat ik erover gehoord had dat het heel eigenlijk een soort reset is voor je lijf. En ook omdat ik dacht van, dit heb ik nog nooit geprobeerd. Dus dat wil ik dan ervaren. En ik dacht dat ik het niet zou kunnen. Mm-hmm. En toen kon ik het. En ik kon het zelfs langer dan de rest. En toen dacht ik, oh my god, er is zoveel meer mogelijk. En dan merk je dus, als je je body af en toe challenged op bepaalde vlakken. En niet, ik bedoel, dat moet wel verantwoord zijn natuurlijk. Maar dan zie je dat er gewoon veel meer mogelijk is. En dat is gewoon heel interessant. Want dan, dan kan je lichaam gewoon herstellen van whatever er mis is. Klopt. En ja, de een heeft psychische klachten, de ander heeft lichamelijke klachten. Het maakt niet uit wat het is. Maar het is gewoon, het is een bepaald soort, een soort andere manier om ernaar te kijken. En voor mij werkt het echt hartstikke goed. Dus de meeste artsen vinden dat echt bizar. Mm-hmm. Ja. Dus dat is ook, daar hebben we denk ik nog een lange weg te gaan. Om mensen te, ik weet ook niet, ik hoef niemand te overtuigen. Ik heb alleen maar zoiets van, als je wil weten hoe het werkt of hoe het zit. Vraag het maar. Ik ga niet op de barricade gaan lopen preken over wat je moet doen. Je kan een voorbeeld zijn voor mensen. Daarom, ik vertel het soms gewoon. Ja, precies. Je hebt het nu ook weer gedeeld. En dat is denk ik gewoon waardevol voor mensen. Weet je, want ik bedoel, ik denk dat het best wel een grote nachtmerrie voor mensen is om zich voor te stellen dat ze in een rolstoel zullen komen. En ik denk dat ook best wel veel mensen denken dat dat dan een feit is en dat je dat dan voor de rest van je leven moet doen. Terwijl ik meerdere mensen ken die uit een rolstoel zijn gekomen. Ja. En daarna beter zijn geworden dan ooit daarvoor zelfs. Dus, ik zat in een corset, hè, dus officieel kon ik nog wel lopen. Maar maar goed, weet je, het is wel een hoopgevend verhaal. Ik hou ervan. Dank maar je moet wel zelf het werk doen. En je moet wel zelf die keuzes maken en ermee bezig zijn om gewoon beter voor je lijf te zorgen. Klopt. En voor je geest natuurlijk. Ja, nee, maar ik ben ook televisieproducer geweest. En ik dacht van, ik dacht ook, ik ga gewoon mijn eigen productie in de arm nemen. Hoe zeg je dat? Ja. Maar je moet wel echt alles uitvinden.
En dat Spine and Joint had ik ook zelf gevonden. En dat was dus echt ook een wonder in Rotterdam. Ja. Oké. Okay. Cool. Dat heeft me ook wel gered hoor. Nou ja, maar goed, ja, het is wel fijn voor andere mensen om te weten van, nou, wat kan er allemaal, weet je wel. En kijk, het werkt misschien niet voor iedereen, maar ja, goed. Je kan het, ik denk altijd, heb ik alles geprobeerd? Mm-hmm. Ik had op een gegeven moment zo'n situatie dat ik dacht, ja, is dit dan, zeg maar, waar ik dan de rest van mijn leven mee moet dealen? En moet ik hier dan mee, is dit dan... Mm-hmm. Is dit het dan? Is dit het level waarop ik kan functioneren? En ik dacht, ja, maar dat is bullshit. Ik wil dat niet. Er moet meer zijn. Heb ik alles geprobeerd? En dan zou lijst afgaan van, nou, heb ik dit al gedaan? Heb ik dat al gedaan? Heb ik dat al gedaan? Heb ik daar al naar gekeken? Nou, dan ga je kijken van, hé, nou, ga ik gewoon dingen uitproberen. En dan kom je vanzelf achter van, hey, oh, dit is, dit werkt wel voor mij of dit werkt niet. Dus iedere persoon is anders. Maar dat vond ik heel interessant. En ik heb daar ook, daar heb ik echt wel veel aan gehad. Mm-hmm. En er is dus niet één oplossing of één waarheid. En weet je. Dat, maar goed, het is wel goed om... don't settle for less is dan een beetje mijn gevoel. Klopt. Van, weet je, en dit is niet mijn eindpunt. Precies, dat gevoel. En dat had ik trouwens ook met dat laatste tientje. Ik dacht, nee, dat gaat echt niet gebeuren. Nee, precies. Maar dat is ook een mindset ding, weet je wel. Dat je zegt van, nou, nee, zoiets overkomt mij niet. En ik geloof ook echt dat als je daar heel erg van overtuigd bent, dat dat ook niet zo is. Dan zorg je gewoon dat het niet gebeurt. Dat kan je namelijk. Ja. Ja. Dus, maar het mag bij mij ook nog wel op een hoger level, hoor. Ja, maar goed. Weet je, als je kijkt waar je vandaan komt, dan is het natuurlijk toch ook weer... Ja, nee, klopt. Ik mag tevreden zijn. Ik ben ook dankbaar. Nou, nee, ja. Ik weet nee, maar weet je, dus dankbaar of tevreden, nou ja, ben, nee, het is ook goed om niet tevreden te zijn en dan gewoon voor die uitdaging te gaan. Maar ik ben wel tevreden, ja, weet je wel, zelfs op sportief niveau, toen ik voor het eerst, ik moest dan ook vanuit Spine & Joint, moest ik naar de sportschool. En toen ik daar de eerste keer was, toen heb ik gewoon eigenlijk gehuild. En toen dacht ik van, nou, maar dat kan ik allemaal niet. En toen deed ik voor het eerst een kwartier buikspierplezier. Die naam alleen al. Maar maar toen kwam ik echt als een tomaat daaruit. En het was al zo overwinning. Maar nu doe ik gewoon een les van een uur, weet je wel? Ja. Dus denk ik, ja, toch wel weer ergens. Kan je dus nu niet meer voorstellen hoe moeilijk het toen was en hoe het nu eigenlijk heel makkelijk is door gewoon kleine stapjes te zetten. Ook keer erbij. Mm-hmm. Even hoesten. Ongelooflijk. Nou, mooi verhaal. Mm-hmm. Je had het al even over Joe Dispenza. Mm-hmm. Maar ik was benieuwd, misschien heb je, ik kan me voorstellen dat een voorbeeld voor je is, maar misschien heb je nog wel een ander groot voorbeeld, een inspirator, iemand waarvan je zegt van, nou, dat is echt tof. Daar kijk ik naar op, of die bewonder ik. Ja, nou goed, ik zat er ook met die vraag in het hoofd, zat ik even door mijn YouTube-kanaal. Want ik volg bijvoorbeeld Tom Bilieu. Mm-hmm. Ja. En die, die vind ik wel inspirerend, omdat hij gewoon elke keer interviews heeft met mensen die, waar je ook weer heel veel van kan leren. En, maar ik heb, ik zat eigenlijk ook wel te denken van, zo'n gigantisch voorbeeld. Ik vind Joe Dispenza gewoon omdat hij het heel wetenschappelijk heeft aangepakt en zo, wat hij allemaal vertelt en hoe hij dat gewoon de wereld in slingert. Vind ik wel heel mooi. Maar ik vind eigenlijk van de mensen om me heen die gewoon hun hart volgen, dat vind ik eigenlijk gewoon een inspiratie. Dus weet je wel, mensen die gewoon blij zijn met zichzelf. Daar wil ik me gewoon mee omringen. Dat vind ik belangrijk. Cool. Dus cool. Dat, ja. Ja. En is er nog een bepaalde ondernemer waarvan je zegt van, nou, zo zou ik het ook willen doen? Of, die trucjes die... Milieu is natuurlijk ook een ondernemer. Maar... Ja, ook gewoon goed klanten aan je te binden en om prijzen durf te vragen die je zelf hebt toebedacht. Dat vind ik nog wel een dat vind ik wel een groot leermoment. Mm-hmm. Ja. Dus, ik had vorige week een
zo'n gratis webinar. Dat is natuurlijk wel een koop mijn programma. Maar desalniettemin, ik had er iets gevolgd van Nienke van der Lek. En die had zo van, hoe ga je dat voor je zien als je een ton per jaar wil verdienen? Ja, daar zit ik dus nog niet, hè? Met mijn bier en al mijn DJ-moeder dingen. Maar goed, maar toen zei, vond ik wel heel leerzaam zo van, ja, wat moet je dan vragen? En hoeveel klanten moet je dan hebben? Nou, ik dacht van, als ik €500 voor een avond vraag, dan moet ik dus gewoon al 200 klanten hebben. Dus dat betekent 4 optredens in de week. Nou, dat is wel een behoorlijke opgave. Dus toen dacht ik, ja, dan moet wel je prijs omhoog. Maar ja, ik DJ nu nog voor een entrecote en een wit biertje. Dus, weet je. Hè? Het is dus, een weg te gaan. Nee, maar weet je, dus... Nee, maar goed. Dus, maar ik dacht, ja, laten we met het eind in zicht. Of nee, maar niet met het eind. Gewoon, ja, laten we een stip stellen. Ja, en kijk eens of je jezelf het tot doel kan stellen om 2 keer per week een optreden te krijgen. Dat heb ik nu wel als doel. En dan inderdaad een entrecote en een wit biertje en een klein bedrag. En een vergoeding. Bijdrage. Ja, precies. En dan telkens een stapje verder. Ja. En volgens mij werkt het zo. Dat is gewoon hoe, weet je, alle mensen zijn ergens begonnen. Ik bedoel, Oprah's eerste show was ook niet magnifiek. En Nienke van der Lek, die zat ook op de zolderkamer tussen de was plannetjes te bedenken. Weet je, dat is hoe het gaat. Ja. Dus, weet je, dat is soms als je mensen ziet, heel groot en succesvol ziet zijn, dan denk je, vergeet je van waar ze zijn gestart. Maar ja, weet je, ook de grootste DJ's, ik bedoel Tiësto, weet ik veel, die is ook op zijn 10e, op zijn zolderkamertje, met een beetje oude apparatuur, heeft die een beetje te klooien. En zo werkt dat gewoon. Ja. En ergens gebeurt er dan iets. Hè? Ja, als je het niet ambieert, gebeurt het niet. Dus het is wel goed om het te ambiëren, denk ik. Helemaal dat. Ja. Ja, helemaal eens. Toch? Nee. Ja. Ja. Maar hey, goed. Nee, vertel. Nou ja, ik ben natuurlijk wel 55, dus ik moet er wel een beetje tempo in gooien. Ja, misschien. Misschien wel 115 heb je nog even. Je weet het niet. Maar nee, ik snap het wel. Dat je gewoon denkt van, ik had ook kunnen denken, ja, ik ben al 55, ik ga het niet meer doen. Klopt. Nee, dat ook. Nou ja, er wordt soms ook wel steken van, hè? Oké. En maar over het algemeen gewoon een positief. Ja, als mensen draaien vinden, nou, dan loop ik gewoon door. Ja, jammer. Ik word er blij van. Ik zag laatst een dingetje langskomen van een man van 97. Die nog afgestudeerd was aan de universiteit van, weet ik veel, Pisa in Italië. Op filosofie en weet ik veel, nog een ander vak. En, mooi. Dat had je altijd al gewild. Ja. 97, why not? Hartstikke leuk. Ja. Ik vind het altijd ik zou het zelf een lastige vraag vinden, maar ik ben ook nieuwsgierig. Vul aan. Als je mij echt zou kennen, zou je weten dat... Puntje, puntje, puntje. Ja, dat ik ook wel onzeker ben. En sommige mensen vinden dat ik altijd wel uitstraal van... weet je wel, dat ik andere mensen juist motiveer. En, en dat ik nu gewoon geloof in het zelfhelend vermogen van het lichaam. Dat had ik eerst niet. Als je mij zou kennen, dat. Ja. Ja, cool. Ja. Cool. En wat zie je als jouw grootste levensinzicht of les of... Ja, dat er geen eindpunt is aan wat je zou willen en kunnen. En dat je gewoon moet doen. Ga met je naam. Ja. Want ik heb ook nog wel als voorbeeld dat toen ik inderdaad dat mediteren deed van Joe Dispenza. En dan heb je zo'n, alles komt pas in je als je het gewoon
30 keer doet of whatever, weet je wel. Je weet hoe het gaat met autorijlessen voordat je dat helemaal kan. Dus dat vind ik dan wel een voorbeeld wat iedereen dan wel gelooft. Maar ik had op een gegeven moment inderdaad gedacht van... ik zat bij het Danspaleis en ik dacht, ik ga echt gillen. Wat een vrijwilligersfeest en we gingen karaoke doen. En ik dacht, ik ga Suavemente, ga ik doen. Dat lied van André Crespo, geloof ik. Maar ik denk dat als ik die meditaties en zo niet had gedaan, dan had ik dat überhaupt niet gedurfd, dat ik dat wilde gaan doen. En ik heb gewoon doorgezet. En toen heb ik dat gedaan op die avond. En ze dachten dus gewoon dat ik Spaans sprak. Dat ik gewoon... En ik had het helemaal fonetisch uitgeschreven en zo. En ik weet ook helemaal niet waarom ik dit nou moest. Maar het zat gewoon in me en ik moest het doen. En hier thuis werden ze helemaal gek van me. Omdat er elke keer die karaoke weer kwam. En ik dat dus mee gaan zingen. Nou, ik heb ook echt een stem als een kraai. Ze zeggen hier thuis ook van die stoelen van de Voice of Holland. Die gaan van mij echt... nooit draaien, maar ik vind het gewoon heel erg leuk. Dus ik heb dat gewoon gedaan. En er kwam inderdaad iemand tegen me van... die dacht gewoon dat ik Spaanse les had gehad of zo. Nou, un, deux, trois. Nou, dat is dan nog, zelfs nog Frans. Dus ja. Zware mente. Hè? Maar ik heb Spaans gestudeerd, dus ik kan het. Toevallig. Ja. Het is een lastige taal. Maar ja, dat leuk. Als voorbeeld. En dat je dan inderdaad nu ook weet van... je moet gewoon dingen afmaken. En je moet het gewoon doen. En dat is het eigenlijk. En wat is in jouw ogen veerkracht? En hoe krijg je dat? Kan je dat leren? Ja. Nou ja, ik denk ook... dat als jij, ik heb ook als voorbeeld dat als jij gewoon de hele dagen met je mondhoeken naar beneden gaat lopen en dan gaat het allemaal niet gebeuren. Dus je moet beginnen met blij zijn, van jezelf houden. En ik ben op een gegeven moment ook maar begonnen in met Louise Hay en in de spiegel kijken van... Hé, Esther, ik hou van je. Weet je wel, alleen maar dat. Nou, dat heb ik ook een jaar over gedaan, geloof ik. Voordat ik dat geloofde. En dus van zover kom ik dan ook. En ik denk dat iedereen dat voor elkaar kan krijgen. Maar dat is ook een weg die moet gaan. Ja. Dus. En ergens voelde je van, ik moet echt wel iets veranderen. Er moet wel iets gebeuren... om positief door het leven te kunnen gaan. Ja, klopt. Ja, want in mijn jeugd was dat niet helemaal zo. Dus als je daar vandaan komt, dan... Het zit ook gewoon niet in je systeem. Dus je moet eigenlijk een truc misschien wel in eerste instantie... Als het ja, ziet het als klopt. Een truc. En dan op een gegeven moment komt het in je systeem. Ja, en dan... Dus net zo met affirmaties, toch? Ja. Maar goed, dat klinkt heel simpel, maar dat... Nou, dat gaat ook wel even overheen. En volgens mij meer dan 30 dagen. Ja, dat is met heel veel dingen. Hè? Maar je moet wel de intentie hebben om het te gaan doen. En je moet ook de intentie hebben om het beter te maken voor jezelf. Ja. Toch? Ja. Die keuze maken. Ja. Ja, want afgelopen vrijdag had ik nog een gesprek met iemand. En ik ben er gewoon heel blij dat ik nu 5 keer heb opgetreden in korte tijd. En helemaal blij en gelukkig mee. En dat ik daar dan niet veel mee heb verdiend. Dat maakt me ook helemaal niet uit. Omdat ik het gewoon echt gewoon helemaal blij van word. Maar toen sprak ik iemand. En die was in de 80 en 90 jaren. Ja, weet je. Die stond gewoon voor 1000 man te draaien bij het Paard van Troje. Dat weet ik van allemaal. Maar die man die was eigenlijk zo ongelukkig. Die was zo gefrustreerd. Dat hij dat dan nu niet meer deed. Maar volgens mij toen hij dat toen deed. Was hij ook niet blij. En toen had ik met mijn man nog over van. Je kan dat... intrinsieke geluk, je kan dat geluk alleen maar zelf in jezelf hebben. Je krijgt het niet van de ander. Ja, ik vond het af en toe een zeur. Die man die dan afgelopen vrijdag sprak. Maar ik dacht, ja, het was wel weer een leerzaam avond. Want dan zie ik
ja, hoe iemand naar dingen kijkt. En dan weer zo anders. Maar ja, ik heb soms ook wel heel veel gezeurd, hoor. Ik hoop dat ik daar nu wel een beetje vanaf ben. Heerlijk, ja. Ik denk dat het allemaal een keuze is, die dingen. Klopt. En hoe je naar dingen kijkt, is ook een keuze. Ja. Dus ja, weet je, wat je overkomt, daar kan je niks aan doen. Maar hoe je er naar kijkt wel. En als je net zo blij bent met voor één iemand spelen als voor 20.000 miljoen, dan heb je hem echt te pakken. Want dat is volgens mij gewoon het hele geheim van blij zijn. Natuurlijk is het leuk als het voor heel veel mensen kan. Want ja, nog meer energie, nog meer dingen. Maar als je het met dezelfde devotie en dezelfde liefde voor één iemand doet. Ja. Of voor heel veel mensen. Ja, dat is echt cool. En dan doe je gewoon wat je het liefste doet, denk ik. Dan is het een goede plek. Ja. En je doet het ook voor jezelf. Je wordt er zelf ook blij van. Ja. Dat is natuurlijk ook een heel verschil. Als je het zelf, weet je, als je gedwongen wordt of zo, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar als je het zelf leuk vindt om te doen en vanuit je eigen intrinsieke motivatie iets komt brengen bij de ander, daar geloof ik ook heel erg in. Je deelt eigenlijk je eigen goud uit. Ja, daar kan je er niet chagrijnig van worden. Klopt. Ja. Nou ja, en die persoon waar jij het dan over hebt, die er niet zo blij mee was, die had waarschijnlijk iets anders moeten kiezen om te doen. Mm-hmm. Ja. Want blijkbaar was dat al niet het ding. Maar ja, soms rol je in dingen en dan blijf je erin hangen. Maar ja, het is zo gaaf om te kiezen van nee, dit is wat ik graag doe. En ja, dan maar voor een entrecote. Ik vind het wel een mooi voorbeeld. Over een paar jaar kijk je terug en dan zeg je van, vroeger hè, stond ik voor een entrecote spelen, maar nu... Ja, maar toen was ik ook nog blij. Ja, ja nou ja, exact. Dat ja. Hey Esther, en nog even, dat vind ik ook altijd leuk om te weten. Wat lees je, kijk je en luister je op dit moment? Ik was vanochtend nog op de site van Wit Huiswerk. Dat vind ik wel heel intrigerend. En ik had een boek pas gelezen uit de Biep, net dichtgeklapt. Dat heet Rama. En dat is van een Marokkaanse onderneemster. Die echt de achtste uit Marokko kwam. En hier 5 bedrijven heeft opgezet. Schoonmaken, beveiliging. En nou ja, helemaal hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen. Vond ik echt heel mooi. En ze is nu ook werkt bij de Kamer van Koophandel. Als adviseur weet ik. Nou ja, allemaal dat. Dus dat vond ik een heel mooi boek om te lezen. Gewoon als inspiratie. Dus deze vrouw. En ik luister wel podcasts. Ik vind de Bakkie podcast bijvoorbeeld heel erg leuk. Die supporte ik ook. En Wilde Haren de podcast. Ik vind jouw podcast trouwens ook leuk. En ik vind die van Sandra Poelman ook gewoon leuk. Het is een hele andere branche van Glowing Places. En... ja, ik vind podcasts ook echt heel erg leuk om te luisteren. Als ik op de fiets zit of koken ben. Ja. En qua muziek? Wat is de plaat die op dit moment het meest draait? Zou maar even nieuwsgierig. Ik ben gisteren naar een concert van J-Way geweest in de Melkweg. En dat is een jonge... Nee, ze is 20 jaar of zo. 20, 21 jaar. Volgens mij is het Wise Up. Ook wel heel... Of I'm on the Rise. Oké. Ik vind die J weer heel leuk. Maar ik vind ook... het hoeft ook niet de hedendaagse zijn. Want ik vind dus Tupac gewoon ook heel erg leuk om te luisteren. En... ik vind echt heel veel muziek leuk. Dus, waarom hiphop eigenlijk? Ja, dat is wel grappig, want ik draaide vroeger dus gewoon Joy Division en Shoes in the Benchies en zo. Het is wel punk en new wave. Ja, ik snap het eigenlijk zelf ook niet hoor. Maar ik op een gegeven moment ging ik weer DJ'en en toen had ik zo privéles. En toen zei die jongen van, hij moet eigenlijk toch wel een keuze maken. En... Ik heb helemaal niks met house. En ik had ook gewoon geen zin om de oude muziek te draaien die ik vroeger draaide. En ik draaide ook wel hip-hop, maar ik wist het eigenlijk niet zo
gigantisch veel van af. Maar dat heb ik nu volgens mij wel aardig ingehaald. En ja, ik vind het gewoon echt lekkere muziek. Ja, ik word er gewoon ook wel, het zal wel een bepaald energieniveau hebben. Ik vind soul en funk ook gewoon geweldig. Maar ik luisterde vroeger dus bijvoorbeeld helemaal niet naar Ferry Maat Soul Show. Nou, dan weet je ook welke leeftijd. Maar, daar luister ik wel naar. Ja, ja maar, maar goed, het was wel een tent waar ik wel disco op draaide. En dus ja, wat dat betreft heel breed. En nu, ja, ik vind R&B en hip-hop gewoon heerlijk. Tof. Ja. Ja, nou ja, dat is altijd mijn favoriete muziek geweest. Ja. Nou ja, R&B bestond vroeger, dat heette natuurlijk vroeger anders. Maar ja, ik ben allemaal vanaf mijn 12 aan de hip-hop, ja. Mm-hmm. Ja, het zijn korte verhaaltjes, daarom vind ik het tof. Ja. Het gaat over het echte leven, het is heel authentiek. Klopt. Mm-hmm. Nou, niet altijd natuurlijk, gaat het ook over geld. En, maar weet je, de echte, nou ja, weet je, de old school hip-hop. Ja, het is mooie verhalen zijn het. Ja, heel fijn. Vind ik. Mm-hmm. Hey, Esther, ter afronding. Heb jij nog advies voor de luisteraars? Een tip? Ja, maakt me niet uit. Een quote? Nee. Ja. Nou ja, ik hoop dat... ja, ik heb ook wel eens meegedaan met de Omdenken podcast. En ik denk, ja, volgens mij moet je proberen om dingen van verschillende kanten te bekijken. Ja, ik weet niet, heb ik nou nog een tip? Ja. Ik weet niet. Ik heb zoiets van... pluk de dag en kijk wat, wat je allemaal voor elkaar kan krijgen. En denk niet in beperkingen. En ja, dat. Nou, er zijn een heleboel tegelijk. Top. Hey, en waar kunnen mensen jou vinden als ze met jou willen connecten? We doen het ook in de show notes, zetten we het uiteraard, de linkjes. Maar... Ja, nou ja, ik zit op Instagram en dan DJ_je moeder. Ik heb gewoon een website, www.djjemoeder.nl. Mixcloud is ook hetzelfde, DJ_je moeder. Nou, volgens mij komen, ja, Facebook zit ik ook nog. Dus DJ Je Moeder, of Esther Goedvolk. Hey. En dan kunnen ze jouw podcast vinden. En, Oh ja. Muziek met je moeder is mijn podcast. Muziek met je moeder. Oh ja, dat had je gezegd, ja. Oké, dus die link zetten we ook eventjes in de show notes. En nou, het wordt een hele lijst. Leuk toch? Heerlijk. Je bent lekker bezig volgens mij. En je doet waar je zin in hebt. Dat is toch zo lekker. Ja, en op die manier voel ik me ook rijk hoor. Ja, ik snap je. Ja. Ja, lekker hoor. Ja. Hey, dankjewel voor dit gesprek. En succes met alles. Ja, ik vond het super om met je te doen, dit gesprek. Heel erg leuk. Dankjewel. Graag gedaan. Nou mensen, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En liken en abonneren. En tot de volgende keer. Ciao. Als je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Tot de volgende keer. Ciao.